BNP Paribas Fortis stelt voor. Meneer Proficiat. Dankjewel. Jullie zijn de grote winnaars van dit jaar. Verwacht natuurlijk. Nee, eigenlijk niet. Nee, niet verwacht. Nee. Er waren echt nog redelijk wat andere goede films. Maar ja, we hoopten het toch wel. Ja. Jullie zijn een koppel eigenlijk? Mag dat niet geweten zijn? Nee, dat mag wel geweten zijn. Maar zeker in dit soort situaties doen we ons masker op en zijn we gewoon professionele. Maar het is al moeilijk om te verstoppen, want de aanleiding van de film is in ons huis, dus dat maakt het al dan verteld. Ja, dat zette mij meteen aan het denken. Maar, ja. maar het is dus gestart met een barst. Ja. Ja. We hadden een barst in ons appartement. En die was echt zo groot. Mm-hmm. En we konden elkaar zien door de barst van de ene kamer in de andere. En we kwamen een paar uur later terug en die was helemaal weg. Dat is helemaal weg. We wisten niet eens meer waar dat die was. Zelfs geen potloodlijntje, niks. Dus zijn we beginnen nadenken. En dan zijn we daar ook wel even terug helemaal van weggegaan. Want dan zijn we ook een personage gekomen en dan werd die barst weer minder belangrijk. En nu in de film is ze weer wel aanweziger. Terwijl de barst nu eigenlijk maar één van de verhalen is in de film, hè? Ja, ik denk wel een beetje de rode draad. Ze zuigt als het ware het personage naar binnen. De barst wordt groter en trekt het personage eigenlijk naar binnen. Jullie vertellen echt een verhaal, hè? Ja, we willen heel graag echt een verhaal vertellen, sowieso. En we hebben ook, denk ik, zoveel versies geschreven en zoveel verschillende manieren uitgeprobeerd om dat te vertellen, dat er automatisch ineens heel veel materiaal was dat we dan terug in die 15 minuten iets langer moesten proppen. We hebben er lang aan gewerkt ook, dus daardoor heb je veel tijd om na te denken wat willen we precies vertellen en wat sluit daarbij aan. Het was voor ons belangrijk, we komen al elk jaar naar Leuven. Iedereen die iets te maken heeft met film komt, moet eigenlijk hier in Leuven zijn, of tenminste één dag op de week. En we zagen eigenlijk de andere jaren zoveel echt heel zware dingen. En zeker als je met 4 of 5 of 6 in één blok zit, dan gaan mensen echt heel zwaar naar huis. En we wilden eigenlijk iets vertellen dat 15 minuten was ongeveer en licht bleef. Dus dat was echt ons doel. Maar zonder daarbij te moeten inboeten aan een verhaal vertellen, want dat vinden we nog altijd het belangrijkste, dat er is gewoon verhalen vertellen. Ja. En hoe werkt dat tussen jullie beiden? Wie is er? Hoe worden de taken verdeeld onder jullie? In het begin, bij het scenario, ben ik iets meer leading of zo, zeg maar. Dus ik heb vooral geschreven, maar altijd. We hebben er van in het begin gewoon samen over gebabbeld en heel veel gepraat en versies aan gelezen. En dan vanaf dat we eigenlijk ook in voorbereidingen heel veel in overleg gedaan. En dan op set is Boris wel meer de regisseur. Waarvan iedereen ook weet, dit is het aanspreekpunt, maar was ik er ook als een soort van dramaturg of zo dan. En dan vanaf postproductie is eigenlijk weer dat we dat een beetje proberen verdelen en dat samen doen en een klankbord zijn voor ons. Ja, het is tussen een klankbord en een, Ruud zegt een dramaturg of een showrunner heet dat dan bij series. Maar dat bestaat eigenlijk niet in film, wat heel spijtig is, want het is soms wel handig voor een regisseur om even te kunnen bepaalde dingen te kunnen toetsen. Want als je hier iets klein aanpast, dan heeft dat 3 scènes later een groot effect. En je staat onder een grote druk op de set. En dus je hoopt dat je de beste keuze maakt, maar eigenlijk weet je pas achteraf of dat je de beste keuze hebt gemaakt. Dus als je dan een eerste kijker al bij je op de set hebt, dat is super handig. En dit jaar heel veel vrouwen gewonnen. Wat doet u dat? Ja, ik vind dat wel heel tof. Allee, ik zei ook een tijdje terug dat ik wil echt graag ook eens een vrouwelijk hoofdpersonage schrijven. Omdat ik toch ook zelf een neiging heb om mannelijke personages te schrijven op een of andere reden. En ik vind dat heel indrukwekkend om dat hier van even te zien, dat er zoveel vrouwen ook... naar mijn gevoel blijft het heel vaak nog wel een beetje een mannenwereld. En dat is dan tof om te merken dat er toch zoveel vrouwen klaarstaan om mee gewoon aan boord te springen. Jullie hebben... een heel gezelschap van straffe acteurs weten te versieren. Op basis van de sterkte van het script dan? Of
Ja, ik denk het wel. We wisten redelijk snel dat we met Peter de Graaf wilden werken. Dat is het hoofdpersonage, speelt Hans. En we hadden hem gezien in een stuk van hem dat hij geschreven heeft. En is gewoon echt een ongelooflijk straffe acteur die een enorm breed spectrum aan emoties kan spelen. En wat dat we gewoon heel graag zien zijn personages waar dat je net geen vat op kunt krijgen. Die je hele tijd net ontlopen en waarvan dat je weet, oké, in de volgende scène gaat hij niet dit doen. Als dat gebeurt, dan denk ik dat het spannend is, dat je een spannend personage hebt. En de andere personages, ja, die zijn daar eigenlijk rondgebouwd. Ja. Dus we wilden een zo perfect mogelijke wereld rondom hem bouwen. Een beetje zo een wereld van schone schijn. En dan hebben we vooral in functie daarvan gekeken, wat contrasteert er mooi met Peter eigenlijk. En wat zou er interessant zijn om daar tegenover te zitten. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.